Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, lieve broertjes en zusjes. Vandaag gaan we het weer natuurlijk over het hart hebben. Wisten jullie dat de profeet sallallahu alayhi wa heel vaak een smeekbede zou doen? Een dua zou opzeggen? Hij zou dan zeggen, Allahumma ya muqallibal quloob, o oh, u, dus o oh Allah, die de harten... Doet omkeren. Ja, dit leert ons dat de harten omwentelen, omkeren. Eigenlijk kun je het bijna vergelijken met een waterkoker. Als het gaat om het water dat gekookt wordt, je hoort het geluid, de bewegingen. Zo is het dus ook met het hart. En dan zegt de profeet: thabbit qalbi ala dinik. Maak mijn hart standvastig op uw geloof. Dit is een hele mooie dua, een hele mooie smeekbede, want de profeet sallallahu alayhi wasallam vraagt dus aan Allah om zijn hart sterk te maken. En als je hart sterk wordt op het geloof, dan verkrijg je natuurlijk heel veel moois van Allah subhanahu wa ta'ala. En daarom wordt er ook wel gezegd dat het mooiste geschenk is dat je hart sterk blijft, dus op het goede pad blijft. En daarom zeggen wij ook in ons gebed: Idina Sirat al-Mustaqim: Leid ons naar het rechte pad. En daarom zou de profeet, Sallallahu Alaihi Wasallam, tegen Ali zeggen: Zeg, O Ali. Allahum mahdini wa Vraag Allah om leiding. Want we zijn allen dwalend, behalve degene die Allah geleid heeft. Dus moeten wij Allah om leiding vragen. En daarom zei de profeet sallallahu ook tegen een van zijn kleinkinderen: Zeg Allahum mahdini fi men Hij leerde hem Allah om leiding te vragen ook onze profeet sallallahu alayhi wasallam wordt opgedragen door Allah om standvastig te blijven. Allah zegt tegen zijn profeet: kama umirt." En wat betekent dat nou dat je standvastig blijft en sterk blijft? Dat betekent dat je het goede blijft doen en niet iedere keer afwijkt. Dus het is belangrijk om op het goede pad te blijven en sterk in je geloof te zijn en daarom zou de profeet sallallahu alayhi wasallam, het heel zwaar hebben toen deze verzen aan hem geschonken werden. Hij wist namelijk heel goed dat sterk op het geloof blijven heel veel van je vraagt. Dus heb je de hulp en steun van Allah nodig. En daarom zou de profeet sallallahu alayhi wasallam Allah vragen. Toen Aisha de vrouw van de profeet sallallahu alayhi wasallam, onze profeet, beschreef, zei ze: Kane amaluhu Ze vergelijkt de profeet sallallahu alayhi wasallam, met een gematigde regenbui die maar aanhoudt, zijn daden zouden aanhouden. Dat betekent dat hij standvastig, standvastig was. En Allah heeft hem dit ook opgedragen. Allah zegt rabbaka hatta yaqeen. Je blijft Allah aanbidden zolang jij hier op aarde bent. En dat heeft de Profeet (sallallahu alaihi wasallam) ook gedaan. En daarom zei Isa als baby in de wieg dat Allah hem het gebed en de zaket bevolen heeft, zolang hij leeft. Je kunt dus niet zeggen, ik doe vandaag heel hard mijn best en morgen doe ik niets. Het is beter om weinig te doen, maar dat wel aan te houden, dan heel veel op één dag te doen en vervolgens heel lang niets te doen. Toen een man naar de profeet sallallahu alayhi wa kwam en tegen hem zei, Geef mij een advies waarna ik niemand anders hoef te vragen. Dus iets wat alleen uit de mond van de profeet sallallahu alayhi kan komen. Toen zei hij: "Zeg, ik geloof in Allah en wees standvastig." Dus hou je sterk en Allah geeft ons heel mooi nieuws in de Koran. Hij vertelt ons namelijk wat het resultaat zal zijn. Degene die in Allah geloven en standvastig zijn, wat voor mooie dingen zij van Allah zullen krijgen. Allah zegt inna alladhina qaloo rabbuna allahu thumma astakamoo Degenen die zeggen dat zij in Allah geloven en vervolgens standvastig zijn, sterk zijn. Wat krijgen zij van Allah? alayhimul malaaikatu ta'hzanu. De engelen zullen hen goed nieuws geven op een moment waarop zij het nodig hebben als ze namelijk afscheid nemen van dit leven om terug te keren naar Allah dan zeggen de engelen jullie hoeven niet bang te zijn voor wat er allemaal komen gaat jullie hoeven ook geen verdriet te hebben voor wat jullie achterlaten wa abashiru bil jannati allati en als laatste geven zij hen mee dat zij zich kunnen verheugen op het paradijs. En verblijd worden dus met het paradijs. Dit leert ons dat het belangrijk is om deze hart harten sterk te houden. En daarvoor hebben we de hulp van Allah nodig. Jullie hebben gehoord dat de profeet sallallahu alayhi wasallam) Allah heel vaak zou vragen om zijn hart sterker te maken. Wat kunnen wij dan doen om onze harten sterker te maken? Natuurlijk deze du'a ook gebruiken. En daarom ga ik hem heel rustig opzeggen en kun jij deze du'a nazeggen en dus ook gaan leren. Zeg mij na. Allahumma ya muqalliba al-qulubi thabbit Qalbi ala dinik. Ik hoop dat jullie goed geluisterd hebben. Allahumma ya al quloobi. Thabbit qalbi ala dinik. Gebruik deze dua. Zeg het heel vaak op. Bijvoorbeeld tijdens het gebed. Als je je voorhoofd op de grond hebt geplaatst. Zodat Allah jouw hart sterker maakt. Assalamu alaikum.